Hallo, welkom lieve yogis. Vandaag gaan we een Vinyasa flow doen. En misschien heb je een blok nodig, pak een blok of iets vergelijkbaars. Gaan we beginnen gewoon zittend op onze hielen. En we gaan zitten op onze hielen omdat we dan de mooie strek aan de voorkant van de dijen krijgen. Goed, dus ga zitten op je hielen. Sluit je ogen. Leg je handen op je dijbenen. Ontspan je schouders. Adem een keer diep in. En diep uit. En doe dat nog 1 keer. Neem de tijd om alles eigenlijk te laten voor wat het is. En je focus te brengen naar je lichaam. En hoe je voelt op dit moment, hoe je energie is. Observeer je adem. En dan start je met het dieper maken van je adem. Wil je die adem regelmatig te houden, kalm en diep. Doe dat een aantal keer in jouw ritme. Adem je in en uit door je neus. Laatste keer. Open dan rustig je ogen. Adem in, breng je handen omhoog. Uitademen, brengen we de handen voor het hart. Adem nogmaals in. Uitademen, buig je hoofd richting je hart. Uniting your body and your mind. Inhale, breng je armen omhoog. Uitademend brengen we ze naar achter. Vlecht je vingers en adem in. Lift je borstbeen, breng je schouders naar achter en kijk eventueel omhoog. Hou je buik en je ribben in. Take a deep inhale hier. En op een uitademing laat je los. En dan kom je heel rustig vanuit hier naar je child pose. Leg je voorhoofd aan de mat. Strek je armen voor je uit. Probeer die zitbotten richting de hielen te bewegen. Maar voel die lengte in de rug. Gebruik je Ujjayi breath of Yogi breath. Loop dan met je handen naar rechts. Voel de strek aan de linkerkant van je lichaam. Hou de zitbotten op de hielen. Adem nogmaals in. En op een uitademing kom je terug in het midden. Loop dan naar links. Adem in. En uitademend voel je die strek aan de rechterzijkant. Adem in. Uitademend loop je weer terug naar het midden. En dan loop je adem weer in. En op een uitademing loop je heel rustig met je handen weer richting je knieën. Zet je handen achter je heupen. Lift je borstbeen, breng je schouders naar achter. Adem je in. Lift je billen omhoog, je heupen omhoog. En exhale. Nog 2 keer. Adem in, strek op. Exhale, nog 1 keer. Adem in. En exhale. Zet je handen aan de mat en kom naar je tabletop. Doe een paar keer het kous. Polsen onder je schouders, knieën onder je heupen, knieën heupbreedte, handen schouderbreedte. Adem in, curl up. Dus arch. Exhale, duw in je handen en rond je rug en trek je navel naar binnen. Adem in, zitbotten omhoog. Exhale, breng je zitbotten, je staart weer naar binnen. En doe dat nog 2 keer. En laatste keer. Breng dan je knieën naar elkaar toe en kom weer even op je hielen zitten. Kom omhoog, zet je teen in de mat en dan gaan we naar onze toe crush. De toe crush doen we om de tenen te activeren, de bloedsomloop en ook om de achterkant van de voeten, de onderkant van de voeten te openen. Dus kom op je hielen zitten, hou je schouders boven je heupen, hou je buik en je ribben in. En dan gaan we hieraan wat toevoegen en dan gaan we wat voor onze schouders doen. Strek je armen. Adem in, uit. Ademt rechtsonder, linksboven. Vlecht ze in elkaar. Lift je ellebogen omhoog. En adem. Hou je schouders ontspannen. Denk aan die adem. Hou die adem rustig. Nog 3 ademhalingen hier. Adem in, uit, adem, laat je los, strek die armen. En nu zit links onder, rechts boven, adem in. Lift je ellebogen omhoog, harthoogte. En adem. En door al de tenen in de mat te duwen, stimuleren we de meridianen die daar eindigen. Of beginnen, dit is maar zoals je het wil zien. En bijvoorbeeld je nier- en levermeridiaan. Urineplaas. Teken diep in, help. En op een uitademing laten we los. Bevrijd je tenen, kom weer in je tabletop. Zetten we de handen in de mat, handen schouderafstand, vingers gespreid, downward facing dog. Eerste downward facing dog, pedal your legs, shake your head, maak een mooie lange rug en eventueel buig je de knieën. Doe wat nodig is, doe wat goed voelt. Belangrijk is in ieder geval dat je je core activeert, je trekt je navel in. En je probeert je hart richting je dijbenen te bewegen. Je voeten staan op heupbreedte. Buig je knieën. Adem in voor je hoge plank. En hou die hoge plank vast. Controleer of polsen onder schouders staan. Tenen onder hielen. Duw die hielen actief naar achter weg. Duw in die mat. Stik diep in. En exhale. Adem in. Duw jezelf naar voren. Zet de knieën aan de mat. En dan komen we langzaam naar een lage plank. Adem in voor een full cobra. Hart naar voren, schouders naar achter. Wreven duw je in de mat. Uitademen, downward facing dog. Dat doen we nog 1 keer. Adem in, buig je knieën. Kom naar voren in die hoge plank. Hou vast voor 5, 4, 3, 2, 1. Beweeg naar voren. Zet de knieën aan de mat. Maak een lage plank. Hou die ellebogen naast de ribben. Adem in. Kom door naar cobra. Exhaling, downward facing dog. En adem. De zitbotten kunnen soms wat verder naar achter en omhoog. Soms zit er iets meer ruimte in dan je denkt. Buig je knieën. Adem in, stap naar de voorkant van de mat. Verlengen we de rug. Exhale, nose to knee. Buig je knieën ietsje en adem in, kom omhoog. Maak lengte hier. Uitademen met handen voor het hart. Dan gaan we 3 zonnegroeten doen. 3 zonnegroeten A. Als je zo ver bent, adem je in, maak je lengte. Exhaling voor een forward fold. Adem in voor een flat back. Exhaling voor een hoge plank. Beweeg de tenen naar voren, knieën aan de mat. Maken we eerst de lage plank. Adem in voor cobra. Exhaling, downward facing dog. Twee ademhalingen nog hier. En adem. Buig je knieën, adem in. Stap naar de voorkant van de mat. Verleng. Exhaling, nose to knee. En adem in, kleine knik. Rise up, maak lengte. En uitademen met handen voor het hart. Adem in. Exhaling, forward fold. Inhaling, flat back. Exhaling, hoge plank. Maak jouw lage plank naar keuze. Hou de elleboog in ieder geval naast je borst, naast je ribben. Adem je in voor upward facing dog. Exhaling, downward facing dog. Nog 1 adem. Buig je knieën. Adem in. Stap naar de voorkant. Verleng. Exhaling, nose to knee. Nou, activate je core. Adem in. Kom met de rechterrug omhoog. Rijk. En uitademend handen voor het hart. Inhaling. Rijk naar boven. Exhaling. Kruin naar de mat. Adem in. Verleng. Exhaling. Hoge plank. Tenen iets naar voren, lage plank. Adem in, upward facing dog. Exhaling, downward facing dog. En adem. Buig je knieën, adem in, stap naar de voorkant, verleng. Exhaling, nose to knee. Adem in, rijk omhoog. Maak jezelf lang. En uitadem met handen voor het hart. Inhaling. Exhaling, forward fold. Inhaling, flat back. Exhaling, hoge plank. Lage plank. Adem in. Up dog. Exhaling, downward facing dog. En adem. Vingers zijn gespreid en duw je handen in de mat en je vingers. Adem in, strek je rechterbeen op. Houden we de heupen gelijk. En misschien kan je je been nog ietsje verder opstrekken. Maar terwijl de heupen gelijk blijven, adem je een keer diep in. Uit, adem met zetten de voet tussen de handen. Adem in, kom omhoog into your high lunge. Goed, duwen we de heel goed naar achter weg. Rijk naar boven. Kijk of die armen langs je oren lopen, in lijn zijn. Adem in. Exhaling, warrior two. Kijkend over onze rechterhand. En adem. Core is actief, zo navel in, staartbeen in. Rijk met beide handen weg van je. En adem. Adem in, strek op. Kijk naar boven en uit, ademend warrior 2. Adem in. Rijk, maak jezelf lang. Exhaling, warrior 2. Nog 1 keer. En misschien kan je iets de knie iets meer buigen in die warrior 2. Hou je schouders boven je heupen, adem door. Take a deep inhale. Exhale, windmill your hands. En kom naar hoge plank. Hoge plank, lage plank. Adem in. Up dog. Exhaling. Downward facing dog. Adem in, linkerbeen omhoog. En nog ietsje hoger. En terwijl we de heupen gelijk houden. Duw jezelf naar achter. Adem in. Uitademend zetten we de voet tussen de hand. Adem in. Rise up into your high lunge. Find your balance. Vind je balans. Rijk naar boven. Probeer die armen langs je oren te laten lopen. En adem hier. Inhale. Exhale voor Warrior 2. Kijkend over linkerhand. Let op de knie-enkel. Hou ze netjes boven elkaar. Hou die heup open. Adem in, strek op. Maak jezelf lang. Exhaling Warrior 2. Inhaling. Exhaling. Adem in. En adem uit. Windmill your hands. All the way down. Kom naar een hoge plank. Lage plank. Adem in. Up dog. Exhaling. Downward facing dog. Nog 2 ademhalingen hier in je downward facing dog. Oké, adem in. Rechterbeen omhoog. Lift het op zo high als je kan, zo hoog als je kan. Terwijl we de heupen gelijk houden, hou je armen gestrekt, dikke diep. Inhale hier. Exhale, zet die voet tussen je hand. Adem in. Rise up into your high lunge. Take a deep inhale here. Exhale, Warrior 2, over rechterhand. En adem. Adem in, strek. Uitadem, 2. Adem in, strek. Exhaling, Warrior 2. Nog 1 keer. Adem in, strek. Exhaling, Warrior 2. Adem in, strek. Blijf hier. Uitademend reiken we naar voren. Reiken, reiken, reiken. En dan zet de hand aan de binnenkant van je rechterbeen. Open je linkerheup. En strek je linkerarm op een Trikonasana. En adem. Leun iets naar achter. Denk aan die muur die achter je staat. Adem door, tik diep in, heel heer. Exhale, buig je voorste knie en zet je hand aan de mat. En als de mat te ver weg is, zet je hand dan op een blok. Maar hou dit open. En leun naar achter. En adem. Tik diep in, heel heer. Exhale, zet je hand aan de mat. Zet je linkerknie aan de mat. En kom omhoog. Zet je handen op je knie of op je dijbeen. Take a deep inhale. En op een uitademing gaan we de heupen naar voren laten zakken. Houden we de knie boven de enkel. En houden we de buik ver weg van het dijbeen. En adem. Inhale. Op een uitademing strekken we het voorste been. Teen wijst omhoog. Take a deep inhale hier. En op een uitademing buigen we richting de mat. Dus je tenen wijs omhoog. Proberen de rug lang te houden, de borst open. Adem in, kom weer omhoog. Leun weer naar voren. Dit keer brengen we wel de elleboog op het bovenbeen aan. Probeer wel de rest te scheiden, dus de buik te scheiden van je bovenbeen. En dan kijken we dadelijk of we die knie kunnen buigen. Dus kijk of je knie kan buigen en je voet kan pakken. En adem door, leun iets naar voren. Dus laat je heupen naar voren zakken. Adem rustig door, take a deep inhale. En op een uitademing laat je het voorzichtig los. Zet je handen en je voeten weer in de mat. En keer terug naar downward facing dog. buig je knieën. Adem in voor een hoge plank. Maak een lage plank. Adem in. Upward facing dog. Exhaling. Downward facing dog. Nog twee. Laatste. Adem in. Strek je benen op nog ietsje hoger. Duw jezelf naar achter. Maak lengte. Teken diep in. Heel heer. Exhale. Zet die voet tussen je handen. Adem in. Rise up into your high lunge. Adem door in die high lunge. Rijk naar boven. En adem. Teken diep in. Exhale, warrior two. Neem je tijd voor je alignment. Dus controleren of je niet naar voren hangt. Schouders boven heupen. Knie boven enkel. Adem in, strek op. Maken we lengte. En exhale, buigen we de knie. Adem in. Exhaling. Inhaling. Exhaling. Warrior two. Adem in, strek. Blijven we hier. Op een uitademing reiken we naar voren. Totdat we niet meer kunnen, dan gaan we kantelen. Zet je hand aan de binnenkant van je linkerbeen. Open je rechterheup. En strek je rechterarm op. Denk aan die muur, dus leun wat naar achter. Dus probeer altijd met je aandacht bij je adem, bij je lichaam te blijven, hoe dat voelt. Je alignment, teken diep in, heel heer. En op een uitademing buigen we de knie. En zetten we de hand aan de mat en eventueel op een blok. Zorg dus dat dit open blijft. En dat je niet naar voren gaat hangen. En adem. Teken diep in, heel heer. Uitademen, zet je de hand aan de mat. En zet de rechterknie aan de mat. En kom omhoog. Handen op je knie of op je dijbeen. Teken diep in, heel. Exhale, laten we de heupen weer naar voren zakken. En voel een strek hier aan die voorkant van je rechterbeen. Misschien voel je het meer hier aan de achterkant van je linker. Probeer die heupen gelijk te houden. Buik in, ribben in. Teken diep in, heel heer. Op een uitademing gaan we het voorste been strekken. Teen wijst omhoog. Adem in. Exhale, buig je neus richting je scheenbeen. En probeer die rug lang te houden. Probeer die heupen gelijk te houden. Voet is actief, tenen wijzen omhoog. Nog één. Adem in, kom naar voren. Oeps. Send your hips forward. Leun met je elleboog op je linkerdijbeen of op je linkerknie. Scheid je buik van je borst. Je buik van je dijbeen. Goed. Buig je knie. En kijk of je je voet kan pakken. Blijf naar voren kijken. Hou je bovenlichaam ook naar voren gericht, zoveel mogelijk in ieder geval. En adem. Inhale. Op een uitademing laat je heel rustig los. Zet je handen weer aan de mat. En keer terug naar een hoge plank. Lage plank. Adem in. Upward facing dog. Exhaling. Downward facing dog. En adem. Shake your head. Doe wat goed voelt. Buig je knieën. Adem in. Stap naar de voorkant van de mat. Verlengen we de rug. Exhale, nose to knee. En op een inademing reiken we omhoog. Uitademend. Handen voor het hart. Goed, als we dadelijk hier zijn, kruisen we de linker over de rechter. Breng je arm omhoog. Rechterhand pakt linkerpols, tikken diep inhale en op een uitademing reiken we naar rechts. Ja. Verdeel het gewicht goed over de voeten. Voel de strek aan de linkerzijkant. Adem door. Adem in, kom terug in het midden. En op een uitademing buigen we naar voren. Breng nu je rechtervoet naar achter. Komen we naar een low lunge hier. En van de low lunge komen we naar een zijwaartse plank op rechts. Lift je heup omhoog. Adem door. Tik diep inhale. Uitadem. Laat je heup een klein beetje zakken. Adem in. Omhoog. Exhaling. Laat ze een beetje zakken. Adem in. Omhoog. Exhaling. En adem in. Omhoog. Op een uitademing. Hoge plank. Lage plank. Adem in. Up dog. Exhaling. Downward facing dog. En dan buigen we de knieën. En dan op een inademing stappen we naar de voorkant van de mat. Verlengen we de rug. Exhale, nose to knee. En adem in, strek op. En adem uit. Andere kant. Kruisen we rechts over links. Reiken met de linkerhand naar de rechterpols. Tikken diep inhale. En uitademend buigen we dus naar links. En voelen we de strek aan de rechterzijkant. Adem in. Kom terug in het midden. En op een uitademing brengen we dus de linkervoet naar achter. Gaan we dadelijk naar een zijwaartse plank op links. Dus breng het gewicht aan op links. Eventueel zet je je voeten op elkaar. Je kan ze ook achter elkaar zetten. Lift je heupen omhoog. Dikke diep inhale, hier. En op een uitademing laten we de heup een beetje zakken. Adem in, om, hops, oké. Omhoog. Uitademend. Adem in. Omhoog, uitademend. Adem in, omhoog. Op een uitademing neem een hoge plank, een lage plank. Adem in, up dog. Exhaling, downward facing dog. En adem. Neem een short child pose. Zet je knieën aan de mat, zitbotten naar de aarde. Leg je voorhoofd aan de mat. En laatste in- en uitademing. En dan kom je weer heel rustig omhoog. En dan gaan we de voorkant nog even strekken. Dus zet je handen achter je. Adem in, lift je heupen omhoog, kijk omhoog. Exhale. Adem in. Exhale. Adem in, duw, lift. Blijf hier. Tik diep inhale. Exhale, laat het weer zakken. Zet je handen aan de mat en find your downward facing dog. Goed, Vinyasa. Buig je knie, adem in, hoge plank, lage plank. Adem in, up dog. Exhaling, downward facing dog. Inhale, rechterbeen omhoog en lift het op. Hou die heupen gelijk. Duw in je handen. Duw jezelf naar achter. Maak jezelf lang. Adem in. En op een uitademing zet je die voet tussen je handen. Je draait je achterste voet schuin in. En op een inademing komen we omhoog in onze warrior one. Goed, je adem door. Buig die voorste knie misschien iets meer. En duw die achterste rand van de voet goed in de mat. Houden we de heupen gelijk. Core is actief. Buik is in. Of navel is in. En je staartbeen is in. Rijk met je handen naar boven. En adem. Inhale. Exhale, rijk naar achter. Adem in. Lift je borstbeen. En uitademen. Dan gaan we naar onze warrior one. Humble warrior. Dus rechter schouder naast die rechterknie. Neem die handen mee. Laat ze richting het plafond wijzen. En adem. Let op die rechterheup. We willen de heupen gelijk hebben hier. Tikken diep inhalen. Uitadem. Zet je de handen aan de mat. Stap met je linkervoet een stukje dichterbij. Adem in. Duw je zitbot naar achter. Let op die rechterheup. Tikken diep inhalen hier. En op een uitademing probeer je met een lange rechte rug richting je scheenbeen te kijken. En adem. Nog één. Tik diep inhalen. Exhale, loop met die voet naar achter. Zet de knie aan de mat. En kom omhoog. Tik diep inhalen en exhale. Zenden we de heupen weer naar voren. Dus laten we ze er weer naar voren zakken. Knie boven enkel. Buik en ribben in. Navel in. En adem. Tik diep inhalen. Heer. Exhale, gaan we de voorste been strekken. Dus strek je voorste been, teen is omhoog. Teken diep inhalen hier. En exhale. Dus let op die rechterheup. Als die rechterheup helemaal omhoog komt, duw die rechterheup omlaag. We willen rechte heupen. Gelijke heupen. Goed. Gaan we kijken of we kunnen binden. Dit is wel een soort van balans. Eventueel blijf je dus hier. Of kijk of je je rechterhand of je rechterarm hieronder kan brengen. En dan hou je balans. Oeps, hou je balans. En breng je linkerhand. Probeer ze te binden. Kijkend richting de mat. Probeer je been te strekken. Teken diep inhalen. Op een uitademing kom je terug. Zet die voet en die enkel weer boven elkaar. Leun naar voren. Teken diep inhalen hier. En dan gaan we weer kijken of we die linkerknie kunnen buigen. Misschien is de tweede keer ietsje beter. Zijn die spieren alweer iets flexibeler geworden. Zo, teken diep inhalen. Kijk of je hem kan buigen en je voet kan pakken. Leun naar voren. Probeer je torso zoveel mogelijk voorwaarts te richten. En adem. Tik diep inhaal hier. Uitademend laat je voorzichtig los. Zet je handen aan de mat. Keer terug naar downward facing dog. En vanuit hier maken we een vinyasa. Zo, inhaling high plank. Low plank. Adem in. Up dog. En exhaling downward facing dog. Inhale, linkerbeen op. En nog ietsje hoger. Tikken diep inhale. Exhale, zet je voet tussen je handen. Draai je achterste voet schuin in. En adem in. Kom omhoog into your warrior one. Let op die heupen dus. Als je rechterheup helemaal achter is, neem hem mee naar voren. Tik diep inhale hier. Exhale, rijk naar achter. Adem in. Lift je borstbeen en uitademend. Linker schouder naast die linkerheup. Let op die linker schouder naast je linkerknie. En let op je linkerheup. En adem. Zet je handen in de mat. Stap met je rechtervoet een stukje dichterbij. Adem je in. Maak een mooie lange rechte rug. Duw die linkerheup naar achter. En dan op een uitademing breng je je neus richting je scheenbeen. En nog één. Loop nu met je rechtervoet naar achter en zet je rechterknie aan de mat. Dan komen we omhoog. Handen op je knie of op je dijbeen. Teken diep inhale. Exhale, zenden we die heupen weer naar voren of laten we ze naar voren zakken. Voel de strek. Een diepe strek. Inhale, exhale, strek je voorste been. Je teen wijst omhoog. Teken diep inhale, verleng. En exhale, kijk richting je scheenbeen. Dus ook hier letten we weer op die heupen. We willen de heupen gelijk houden. En dan gaan we kijken of we ook weer hier kunnen binden of je blijft hier. Dat is een beetje lastig voor je balans. Oké, dus kijk of je je linkerarm onderlangs kan brengen. Terwijl je je balans blijft houden. En je kan binden. Dat zou nou zo kunnen binden. Probeer naar beneden te kijken en je been te blijven strekken. Inhale hier. En dan exhale, laat los. Bewegen we weer naar voren, zenden we die heupen weer naar voren. Houden we knie boven enkel. Leun met je elleboog op je knie of op je dijbeen. Buik en ribben in. Kijk of je je rechterknie kan buigen. En eventueel je voet kan pakken. Misschien gaat het de tweede keer wat makkelijker. Misschien ook niet. En dan laten we dadelijk rustig los. Zet de tenen weer in de mat, handen aan de mat. Keer terug naar hoge plank. Of downward facing dog. Maak een lage plank. Adem in. Upward facing dog. Exhaling. Downward facing dog. En de voeten staan heupbreed. Draai weer de tenen naar links. Dan komen we naar een zijwaartse plank met de voeten achter elkaar. Strek je rechterarm op richting het plafond. Teken diep inhale. Exhale, buig je knieën. Kom helemaal zo ver mogelijk naar achter. Adem in, zijwaartse plank. Exhaling, buig. Inhaling. Exhaling. Adem in. En op een uitademing komen we naar onze hoge plank. Duw jezelf naar achter, naar je downward facing dog. Voet op heupbreedte, draai ze naar rechts. Maak een zijwaartse plank oprechts. Teken diep inhale, hier. Exhale, buig. Adem in, kom naar voren. Exhaling. Adem in. Exhaling. Adem in, keer naar een hoge plank. Maak een lage plank. Adem in. Upward facing dog. Exhaling. Downward facing dog. En adem. Adem in. Lift je rechterbeen. High, high, high. Hoger. Tik diep inhale. Exhale. Buig je knie. En zet die voet aan de buitenkant van je rechterhand. Gaan we naar onze lizard pose. Houden we de heupen weer gelijk. Strek die heel goed weg, lift je knieschijf, hou pols onder schouders, mooie lange rug. En adem. Nog één, tik diep inhale. En op een uitademing lopen we met die voet richting de linkerkant. En dan leg je je benen neer aan de mat. Loop met je linkerbeen naar achter, naar achter. Probeer hem. Je voet in het verlengde te brengen van je been. Houden we de rechtervoet geflext. Zet je vingertoppen aan de mat. Lift je borstbeen. Breng je hart naar voren en je schouders naar achter. En dan zijn we in onze pigeon pose. Evenzo kan je ook je handen op je benen laten rusten. Houd je rechtervoet actief. En als je hier een grote ruimte hebt tussen je bil en de mat, leg dan een blok of een handdoek daaronder. Goed, schouders zijn ontspannen, borst is naar voren. Teken diep inhale hier. Goed. Kunnen we ook hier kijken of we die linkerknie kunnen buigen, net zoals we al een paar keer eerder hebben gedaan. Dus kijk of je hem kan buigen, je voet kan pakken. En je rechterhand voor je kan strekken. En adem. Misschien kan je voet iets dichterbij trekken. Kijk wat mogelijk is. Tik diep inhale. Exhale. Zet de handen aan de mat. Krul je tenen in de mat. Lift jezelf omhoog. En take your downward-facing dog. Buig je knieën. Adem in voor een hoge plank. Maak een lage plank. Adem in voor upward-facing dog. Exhaling, downward-facing dog. Inhale, lift je linkerbeen. High, hoog, hoog, hoog. Uitademend zetten we die voet naast die linkerhand in onze lizard pose. Dus denk aan die punten. Lift je knieschijf. Duw die heel goed naar achter weg. Hou de knie ook bij je lichaam. En dan lopen we met die voet richting de rechterkant. En leggen we het been aan de mat. Hou die voet geflext. Strek je rechterbeen. Laat de teen mooi in het verlengde lopen. Dus kijk naar achter. En dan zet je je vingertoppen aan de mat. Lift je borstbeen, breng je schouders naar achter en adem. En eventueel kan je dus ook je handen op je knie of op je been laten rusten. Eventueel naast je. Varieer een beetje, doe wat goed voelt. Gaan we kijken of we die knie kunnen buigen. Als dat iets te veel is, dan probeer het gewoon of blijf gewoon in je pigeon, in je duif. Goed, kijken we. Even breng je linkerhand naar voren. Hou die borst open, je schouders open. Misschien zit er iets meer ruimte in. Tik een diep inhale. Op een uitademing laat je los. Krul je tenen in de mat. Keer terug naar downward facing dog. En maak een vinyasa als je dat wil. Dus buig je knieën. Adem in voor hoge plank. Lage plank. Adem in voor upward facing dog. Exhaling voor je downward facing dog. En adem. Laatste keer. Tik een diep inhale. En op een uitademing komen we aan de voorkant van de mat. Dan gaan we zitten. In een kleermakerszit. Teken diep inhalen. Uitademend gaan we naar de twist. De rechterhand op de knie. Andere hand achter je. Adem je in. Lift je borstbeen. En op een uitademing kijken we over linker schouder. Adem in, arms up. Exhaling, linkerhand op rechterknie. Adem in, lift je borstbeen. Uitademend kijk je over rechter schouder. Hou schouders boven heupen. Rechte rug. Tik diep inhale. Uitademend keer je terug naar het centrum. Goed, en terwijl we hier zijn, hou de zitbotten aan de grond. En zet de handen aan de mat. En dan laten we ons naar voren zakken. En dan gaan we vanuit de heupen naar voren bewegen. Dus niet vanuit de rug op deze manier. Maar met de handen in de heupen scharnier je naar voren. Dus je scharniert naar voren vanuit de heupen. En dan kijk je gewoon wat mogelijk is. We houden de zitbotten aan de grond. We proberen dus een mooie lange rug te houden. Hou die zitbotten aan de aarde. Hou die oren langs je... armen en adem. Nog twee. En op een inademing lopen we terug. Goed, komen we vanuit hier naar onze boot. Balanceer op je billen. Halve boot doen we. Breng je armen langs je lichaam. Goed zo. en adem. En hou door deze vast voor 5 tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Maak een lage boot, kin naar borst voor 1, 2, 3, 4, 5. Adem in. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast voor 1, 2, 3, 4, 5. En dan kom je heel rustig aan de mat liggen. Zet de voeten aan de mat en til je billen, je heupen iets omhoog. Leg dan je handen aan de mat en we gaan met de billen op de rug van de handen rusten. Dus je handpalmen zijn aan de mat en we rusten met de billen op de rug van de handen. Breng je benen omhoog. Adem in. Goed. Op de volgende, trek je diep inhalen. Op een uitademing brengen we de benen naar beneden. Laat ze zweven boven de grond. Open je benen dan een stukje. En op een inademing brengen we ze omhoog. Goed zo, trek je diep inhalen. Exhale, naar beneden, zweef en open. En adem in, omhoog. Exhale, open, inhale, up, exhale, open, adem in, omhoog, exhale, naar beneden, open, adem in, omhoog, exhale, open, adem in, omhoog. Exhale, open, adem in, omhoog. Laatste keer. Exhale, open, adem in, omhoog. En op een uitademing laat je ze zakken, zakken, zakken. En haal je handen weg onder je billen. En breng je rechterknie naar je borst. En dan je linkerknie. En eventueel maak je een rondje. Breng je de knieën naar de borst. Open je ze. Duw je ze van je weg. En dan weer naar je toe. Nog 1 keer. Zet de voeten dan aan de mat. Houd de knieën gebogen. Tailbone in, navel in. En dan houden de voeten heupbreedte. Loop je schouderbladen onder. Verbind je vingers. Goed. Je voeten zijn op heupbreedte. Tenen wijzen naar achter. Koor is actief. Til die heupen omhoog, zo ver je kan. En breng je borstbeen richting je kin. En squeeze your block. Dus denk altijd aan dat blok wat tussen die dijbenen is en wat je vast wil klemmen. En adem door. Nog 1. En op een uitademing brengen we eerst de rug naar beneden. En dan de heupen. Neem een momentje hier. Gaan we nog een keer doen. Dus die voeten zijn op heupbreedte. Adem in, lift omhoog. Loop die schouderbladen onder. Duw die schouderbladen stevig in de mat. Verbind die handen. Lift je borstbeen, lift je heupen. En adem in, strek je rechterbeen op richting het plafond. Hou vast. En zet dan zachtjes neer. Adem in, linkerbeen helemaal naar boven richting het plafond. Hou die heupen hoog voor 5, 4, 3... 2, 1 en zet hem weer langzaam aan de mat. Hou die heupen nog hoog in je brug, borstbeen richting je kin. Adem door. En langzaam laat je je rug en dan je billen richting de mat zakken. Neem even een moment. Als je wil kan je nog een keer de brug doen. Je kan ook het halve wiel doen of het wiel doen als je dat wil. Of je zet het opzetje voor het halve wiel. Dan zet je je handen naast je hoofd neer. En je vingertoppen wijzen richting je schouders. Oké. Je voeten staan op heupbreedte, hetzelfde als toen we de brug deden. En je tenen wijzen naar achter. Dus het is belangrijk dat je tenen naar achter wijzen. Voeten heupbreedte. En je vingers wijzen richting je schouders. Goed, en dan kom je, lift je heupen omhoog, activeer je core. Dan kom je misschien eerst op je hoofd. Dit. En dan probeer je te strekken, te strekken, te strekken. Knijp zo'n denkbeeldig blok tussen je dijbenen. En adem. En dan heel langzaam. Laat je eerst je hoofd op de grond. Breng je kin naar je borst. Eerst je rug. Dan je billen. En kom je weer liggen aan de mat. Zet je voeten op heupbreed of zet je voet op de randen van de mat. Laat je knieën naar elkaar toe vallen. En neem een moment hier. En dan gaan we dadelijk de knieën naar de borst brengen, naar onze twist. Spreid je armen. We doen een eenvoudige twist vandaag. Teken diep inheel. Op een uitademing brengen we de knieën naar rechts. Kijkend over linker schouder. Adem in, knieën terug in het midden. Uitademend knieën naar links, kijkend over rechter schouder. Breng de knieën terug in het midden. En dan sluiten we af zoals we vaak de les afsluiten. En als je het anders wil, dan doe je het op jouw manier. Dat is helemaal prima. Breng de knieën naar de borst, neus naar de knieën. Maak jezelf klein en rond. Maak jezelf dan lang. Een pijltje van je vingers. Adem in. Exhaling. En nog één keer. Adem je in. Maak jezelf lang. En uitademend laat je los. Ontspan je lichaam. En eventueel neem je savasana voor 5, misschien voor 10 minuten. Probeer in ieder geval te ontspannen. En als je savasana wil beginnen met 2 cleansing breaths, is dat helemaal fijn. Take diep inhale. Exhale. Laat alles los. En nog één keer. En dan ontspan je helemaal. En bij iedere uitademing zak je wat verder weg in je mat. En terwijl jij van je savasana geniet, ga ik afsluiten. Ik wil je bedanken voor het volgen van de les. Ik hoop dat je het een leuke les vond en tot de volgende keer hoop ik dan. Dankjewel voor het volgen en namaste.